Goedendag, Frank hier vandaag met een video over 5 redenen waarom je koolhydraten juist 's avonds wil eten. Nou, een van de meest bekende fitnessmythes is dat je koolhydraten 's avonds na zoveel uur niet meer mag eten omdat het slecht voor je zou zijn. Ik raad het juist wel aan en ik ga je 5 redenen geven waarom. Nou, nummer 1. Als je heel veel koolhydraten eet, zal je misschien kennen dat je zo'n sugar dip krijgt. Dus je wordt eigenlijk best wel relaxed en je valt heel makkelijk in slaap. Maar ook, wat is koolhydraten doen? Op het moment dat je koolhydraten gaat eten, daalt je cortisol even. Cortisol geeft eigenlijk stress aan in het menselijk lichaam, waardoor jij dus eigenlijk minder stress hebt en waardoor je eigenlijk vrolijker kan worden. Dus zeker als je een hele stressvolle dag hebt gehad en je zou 's avonds koolhydraten kunnen eten, kom je eigenlijk even tot rust en word je gewoon vrolijker. Dus daar heeft het heel veel voordelen voor. Dus als je thuis bent en denkt, ik wil vrolijk voor mijn gezin of familie zijn, heeft het absoluut voordelen. Nummer 2, betere slaap. Op het moment dat je koolhydraten gaat eten, maak je ook een hormoon serotonine aan. Daarom word je af en toe zo duf. Nou, wat serotonine doet, is eigenlijk het bevordert jouw slaap. Met een dalende waarde en cortisol zorgt er eigenlijk voor dat jij dieper slaapt en minder snel 's nachts wakker zou kunnen worden. Nou, nummer 3. Je wordt mentaal sterker. Wat bedoel ik daarmee? Nou, op het moment dat jij je koolhydraten voornamelijk gaat uitstellen op het latere deel van de dag, zal je ook merken dat je minder keuzestress hebt. Op een gegeven moment weet je gewoon van, aan het eind van de dag mag ik lekker wat lekkers pakken. Dan hoef je niet meer zo heel moeilijk na te denken van oké, ik mag dit niet meer, ik mag dat niet meer. Je wordt mentaal gewoon sterker omdat je aan het eind van de dag dan een keer kunt kiezen waar je gewoon lekker zelf zin in hebt. En overdag stel je dat uit. En het is makkelijker om je keuzes uit te stellen op later in de dag, dan dat je aan het begin al heel veel keuzes moet gaan maken van hoe je dit bepaalde dingen gaat doen. Want we hebben maar zoveel eigenlijk weerstand hebben gedurende de dag. Nummer 4. Verbeter de metabolische flexibiliteit. Nou, metabolische flexibiliteit is eigenlijk het switchen van vet als energiegebruik en koolhydraten als energiegebruik. Nou, op het moment dat jij het heel evenredig houdt van wanneer je vetten en wanneer je koolhydraten eet, wordt het makkelijk voor het lichaam te switchen. Hij weet precies wanneer het schakelmoment is en zorgt ervoor dat de insuline eigenlijk beter gedurende de dag wordt verdeeld. Dus hierbij heeft een heel groot voordeel. Dus dit is een van de redenen waarom ik vaak zeg van eet niet elke maaltijd koolhydraten tegen mensen, omdat je lichaam op een gegeven moment niet meer weet wanneer ze eigenlijk die switch moeten maken en eigenlijk stabiel heel hoog houden. Dat is uiteindelijk ook een symptoom waardoor mensen op een gegeven moment naar diabetes toe gaan, is omdat hun insuline niet meer daalt, maar eigenlijk alleen maar hoog blijft. Nummer 5, meer energie in de ochtend. Op het moment dat jij 's ochtends nog geen koolhydraten zou eten en je zou ze verplaatsen naar de avond, zal je een aantal dingen gaan merken. Je bent veel helderder, veel alerter en je hebt veel meer focus. En dat is het voordeel van eiwit en vet gedurende de dag eten en later op de dag pas koolhydraten gaan introduceren. Zolang je bijna geen koolhydraten hebt gegeten in de ochtend of in het begin van de middag, zal je merken dat je gewoon veel helderder bent en ook veel productiever bent en veel meer voor elkaar krijgt. Dus als je merkt van oké, mijn werkprestatie is niet optimaal, of je merkt gewoon de hele dag heb ik geen energie, is dit een optie die je kunt doen. Het is niet de beste optie of de enige optie die je kunt doen, maar het is een manier. Alles met voeding is altijd een keuze voor jezelf, dus je kunt zelf kiezen wat je wil doen. Nou, dit was hem voor vandaag. Hopelijk heb je er iets aan gehad. Mocht je nog een vraag hierover hebben, laat een vraag hieronder achter. En anders spreek je morgen weer. Tot dan.